Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator. De race van vorige week was een succes, maar vandaag gaan we weer iets serieus doen. Vandaag gaan we bomen planten, dat hebben we nog nooit gedaan, dus hopelijk komt het goed. Tot zo, na de intro. Zo, en Victor heeft de eerste boom al opgetild. Ja, zeker weten. En laat ik ze eens eventjes lekker in jouw achterwerkje... Dat klinkt wel heel smerig gelijk. Dat klinkt smerig. In mijn achterklepbak. Oh, maar die kan toch ook open trouwens? Wel, dat weet ik niet. Ik zat er echt net aan te denken inderdaad. Zou dat niet kunnen? Nou, in ieder... Nee, wacht. Gino. Ja, ik dacht dat jij dat al vertelde. Maar Gino had me het een keer uitgelegd. Maar volgens... Oh, wacht. Nou ga ik eruit. Als het goed is, kon dat. Maar ik weet niet meer precies hoe. Maar dat is ook niet nodig. Maar is ook niet nodig. Ik zit me even te betwijfelen. Rij jij eens even vooruit, Dirk. Ja, want jij trekt me nu achteruit als het goed is. Ja, maar dat moet niet. Want ik moet dat ding natuurlijk losmaken. Oh, ja, perfect. Perfect. Oké, neem ik die andere... Oh nee, die kunnen we natuurlijk niet los meenemen. Ja, je had er volgens mij maar één nodig om bomen te planten. Want dit zijn al gelijk heel veel stekjes. Dus... Stekjes? Dat noem je toch een stek? Een stek, dat... ga eens even vooruit, Dirk. Want je zit... Hier, die kan moeilijk op. Een stek, dat is toch... Of een Minecraft-stek heb je, Dirk. En... Ja, een stek. Oké, en Dirk, jij hebt een mooi grasveldje uitgezocht. Kan het niet hier binnen trouwens? Dat ziet er ook wel leuk uit. Nee, binnen kan het niet, want het worden ja, volgens mij dezelfde bomen als deze, maar... Oké, nou, we gaan dus in ieder geval... Ik rij met jou mee en ik neem gelijk een andere stek mee. We hebben gewoon een grasveld nodig. Ja, zeker. En dan... Dus laten we het gewoon hier doen. Moet het per se op een grasveld? Nou ja, ik heb een filmpje gekeken een beetje om te kijken hoe het moet. Maar volgens mij moest het echt op een grasveld. En dit is toch wel een grasveld, leek me. Ja, nou ja. Oké, zet hem dan even stil. Dan zet ik deze hier zo even neer. En dan ga ik even gelijk door om die andere tractor hier naartoe te halen. Maar jij hebt het al eens gedaan, toch? Nee, nog nooit gedaan, maar... Oh, krijg je hier even vlak tegen het glas aan. Yo. Wel bij iemand gezien. Oké, nou dan moeten we dat zelf ook eens proberen, Dirk. En ik moet zeggen, de kartaflevering van vorige week, die is goed ontvangen. Zeker, zeker. En volgens... En de aflevering daarvoor zei er nog wel eens mensen, zei er één iemand, ik weet niet precies wie het was. Welkom bij een nieuwe aflevering van Buurman en Buurman. Buurman en Buurman, ja. Oké. Maar jij had toch iets in je gedachten om een soort deel 2 reality soap te maken of zo? Of iets in die richting? Tring, tring. Ja, zoiets, ja, okay. Inderdaad. Maar ga jij eens even in die andere tractor, Dirk. Dan gaan we eens even kijken hoe dit moet. Want jij moet het een beetje kennen. Ja, precies. ja, ik moet het kennen, maar... Hou hem erbij. Ja, nu. Wacht, hoppa. Oh, zo. Ja. Dat gaat snel. Ja. ja, en nu? Maar ik vind het alleen een beetje raar. Hoe kan dat ding... En nou? Oh ja, en dan staat er volgens mij bomen planten inschakelen. Zo, daar gaan we. Hoppa, daar komen we. Zo, dat is gaaf. Zo. Ja, zeker. Maar dan moeten we eigenlijk zometeen even de tijd een beetje versnellen, denk ik. Ja, ze moeten er natuurlijk wel komen te staan. Kunnen we niet een beetje beendermeel overheen gooien? Net als Minecraft. Oh, je mag weer, Dirk. Oh, mijn beendermeel. Of ja, boendermeel, dat zou wel hoor. Handig zijn. Dan gaan die bomen in één keer omhoog. Hoe heet dat nou ook weer in Minecraft? Beendermeel. Oh ja, beendermeel. Of ja, als je Gino moet horen, dan is het bone crush of zo. Bone crush, wat is dat nou weer? Ja, nou in ieder geval iets in het Engels of zo. Maar we zijn toch in Nederland? Ja, daarom. Dus laten we het gewoon beendermeel noemen. Oké, ik heb deze inmiddels ook even gepakt en jij bent dat aan het doen, zie ik. Dus dan ga ik even dit hier zo neerzetten. Zo. En... Ja, ik ben het wel gewoon netjes in rondjes aan doen, hè. Niet dat er opeens een rare bos staat met allemaal een boompje hier en een boompje daar. Oh ja, nee, dat is ook voor het eerst dat jij dat doet. Maar in ieder geval, ik ga dan eventjes deze zet ik hier zo even bij de andere bomen neer. Dus dan kan je dat zo meteen eventueel nog gebruiken. Zeker, zeker. Even kijken. En dan ga ik die blauwe auto die hier staat, zet ik ook even aan de kant neer. Dan kan je dat makkelijker... de bomen planten. Oké, en ik ga nou even afmaken. En is het nou ook gewoon een kwestie van rijden of zo? Nou, gewoon rijden en dan... Ja, eerst moet je hem inschakelen, omdat ik eruit ben gegaan. Maar dan moet het, als het goed is, goed komen. Kijk eens even, daar gaan we. Ja, daar gaan we. En trouwens, ja, dit vroeg... Waarom doen we dit, zal je je vragen? Nou, we hebben het ook een keer gevraagd met een poll. En iemand vroeg het ook nog eens in de comments of we dit zouden doen, bomen planten. Dus ja. Vandaar doen we dat vandaag. Zeker weten. En dan... Oh ja, en de map, trouwens, dat vroeg ook iemand. Die vroeg of we Nederland 2.0 gingen doen. Dus dat zijn we nu ook
in deze map aan het doen. Nou, 1 en 1 is 2, denk ik. En misschien wel leuk... Dirk, ik denk dat het misschien wel leuk is als we gewoon iedere zoveel weken in een andere map gaan. Iedere 10 weken of zo? 10 weken, dat is wel heel erg lang, toch? Of... Nou ja. We moeten een beetje een leven opbouwen. Even kijken. Ja. En nu? Hier gewoon doorrijden, denk ik. Hier ben ik al geweest. Dus ik zal als ik jou was iets naar voren rijden. Oh ja, maar mijn ding is leeg, zie ik. Dus misschien kan jij er even een nieuwe in zetten. Dat zal ik eens even voor je doen. Kijk, Dus als we de duimpjes op de video van vorige week goed... Als we voldoende duimpjes omhoog krijgen op de vorige video... Dan gaan we een 2.0 parcours doen. Hè? En volgens mij gaat het de goede kant op. Ja, of hebben we het inmiddels al? Zeker weten. Ik heb het nog niet gekeken, moet ik zeggen. Maar het gaat wel lekker op zich. Zeker, zeker. Oh, en dan gaat gelijk als die op is, die hele bak in het niets in rook op. Ja, handig is dat. Dat moet ik zelf al zeggen. Ja, zeker, zeker. Oké, Is niet... Oh ja, wacht. Zo, dankjewel. Ja, we zijn niet traag, Dirk. Nee, ik dacht ik moet het maar helemaal optillen, maar dat ging inderdaad zo. Oké, in ieder geval misschien wel leuk om dan zo meteen eventjes bomen, planten inschakelen. Ik moet wel zeggen, ik vind wel jammer dat je niet een arbeider kan inhuren hiervoor. Ja, nou, het gaat wel heel tragisch, dat rijden vooral. Het gaat een beetje op zijn Dimitri's. Ja, inderdaad. En je kan een cruise control nu inschakelen, maar meer niet. Dirk, misschien zometeen wel leuk, want dat we dan even de tijd naar voren zetten. Dus dan zetten we hem gewoon even keer 120 of zo. Dan gaan we in die tijd gewoon eventjes de map laten zien. En dan eindigen we hier weer en dan komen we terug en dan zijn de bomen er opeens. Dat zou wel leuk zijn misschien. Zeker, dat wou ik je net voorstellen. Precies hetzelfde idee. Hey, en ik zit dus te kijken. Deze map komt me wel heel bekend voor hier zo. Nou, deze hebben we volgens mij wel eens gedaan. Toen hebben we ook over een watertje gesprongen. Alleen er moet heel veel veranderd zijn. De textures van de grond moeten veranderd zijn en een aantal dingen. Weet je dat ik dat de gaafste aflevering vond? Dat we zo hoog met die monster trucks gingen jumpen. Ja, zeker, zeker. Dat moeten we zeker nog een keer over doen. Dat was deze kant ergens op. Maar dat... Dat is volgens mij een jaar geleden inmiddels. Een jaar alweer? Ja, dat was in de zomer, weet ik nog wel. Gaat de tijd wel heel erg snel, maar dat leek me nog als de dag van gisteren. Maar dat komt misschien ook omdat het een van de leukste afleveringen van Farming was. Oké, Dirk, de bomen die zijn inmiddels geplant. We wilden net proberen een timelapse te maken, alleen dat ging niet helemaal lukken, want die bomen die groeien nogal traag. Ik denk dat ze ook een stukje omhoog gaan, dat niet in één keer zo dat ze... Maar meer zo. Nee, precies. Misschien wel een leuke verbetering voor in Farming 2016. Maar laten wij eens eventjes twee auto's pakken. Of tenminste, jij hebt al een auto. Ik laat deze wel hier staan even. En dan zullen we eens even kijken wat hier allemaal in de map zich bevindt, Dirk. Zeker, dat lijkt me een goed plan. Ik koop even een auto voor jou. Oh, ik kan hier ook wel in hoor. Hoppakee. Oh, ja. Perfect. Ja. Lekker in het donker. En dan komen we hier zometeen terug op veld 15. Here we go. Ik neem een keer de tragere wagen. Dus, het wordt wel donker, dat is wel jammer. Ja, inderdaad, ja. Nou, we gaan eens even kijken, want je ziet het bij mij nog goed. Bij mij is het namelijk niet als het donker wordt dat je niks meer ziet. Even kijken, wat hebben wij hier allemaal? Laten we eens even kijken. Oh, daar is onze oude vertrouwde bierfabriek. Bierfabriek, ja, daar hebben we ook een hoop leuke dingen in meegemaakt. Wat hadden we daar ook alweer gedaan? Volgens mij een schans tegen aangezet. Een schans tegen aangezet. En dan met monster trucks inderdaad. Maar dan lag hier ook ergens de dingen volgens mij. Het meertje. Het meertje, ja. Zullen we eens kijken waar die ligt? Volgens mij moesten we dan hier ergens doorheen. Maar het wordt wel heel donker, ja. Zullen we anders even in ons vingers knippen en dan is het weer licht? Ah, dat kan ook nog. Ik kan zeggen 3, 2, 1. Zo, goeiemorgen. Goeiemorgen, meneer. Goeiemorgen, mevrouw. En we zijn... beland in bij de molens, waar er leuke bankjes hier zijn voor de, waar je geld neer kan zetten op de bank. Geld op de bank, nou dan ben je het gauw kwijt denk ik. Maar dit zijn echt Nederlandse molens hè? Ja inderdaad, maar hoe... Oh shit, nee! Ja, het gaat goed. Jij moet er even hard overheen springen denk ik. Maar hoe kwamen we hier net dan op, vraag ik me af. Ja, dat weet ik ook niet, maar als je hier hard overheen rijdt dan lukt het denk ik wel. Niet met een bocht! Oh, Dirk, echt serieus! 12 seconds later. Nee, ik ga er zo in de... Ik ga er zo... Jongens, we gaan er even overheen jumpen. Nee, we gaan er toch zomaar in rijden. Dat is een stukje handiger. Zich wel, toch? Nou. Oké, maar ga jij je rondleiding maar afmaken, dan kom ik je wel bij de winkel weer tegen. Of we tappen er gewoon naartoe, dan heb ik twee van die wagens neergezet. Nou, ik sta inmiddels ook bij de winkel en ik heb even jouw onhandige manier nagedaan.
Maar goed, dit is dus de winkel. Dat is dus niet veel veranderd. Nee. Maar ze zeiden iets dat de grondtextures anders waren. Het gras en zo. Nou, ik zie er weinig verschil. Kan jij dat eruit halen? Nee. Ja, en ik weet, zal wellicht dat wij het niet zien, maar... Ik weet, hier hebben we de... Oh ja, hier hebben we de Lidl. Markt. En hier was de jump schans, weet ik nog wel heel goed. En hier een leuke verbetering met die soort kraan of zo dat het is. Ik weet niet. Dit? En hier zo was de schans. Oh! Wat? Oh, dat is een waterpomp, joh. Nee. Oh, ik zie moeilijkheden hier. Ja, maar vraag me niet hoe ik hier zo terecht kom. Dirk, wacht. Ik heb een idee. Nee. Ja, nee. Doet hij het nog? Nee, je had hem van de andere kant moeten doen. Oké, laten we in ons vingers knippen. En zullen we dan gewoon nog een keer proberen die schans te pakken met deze auto's? Zo, en Dirk is ook inmiddels bij... Het heeft even een uur geduurd, maar dan is Dirk er dan uiteindelijk. Maar jij hebt toevallig ook een gele wagen bij je. Dat is al toevallig. Klopt. Oké, Dirk, ga jij voorop en dan over de berg jumpen. En dan zou ik zeggen, we gaan even kijken bij de bomen. En dan denk ik dat het wel weer mooi geweest is vandaag. Zeker. En niet stilstaan, want dan knal ik achterop je, net als met de trein. En ook niet scheef over die sloot. Ja. Dat ga jij ook krijgen. Oh nee, gaat het nog lukken? Oké, ik denk dat we dit de volgende keer maar met wat snellere auto's moeten doen. Maar de vorige keer lukte het wel, Dirk. Ja, met monster trucks, toch? Of ze hebben de sloot verbreed. Volgens mij hebben ze de sloot verbreed. Ja, ik denk het ook. Maar, want meer mensen dachten, ja, je kan er gewoon overheen rijden makkelijk. Ja, maar kijk, dan moet je dit stuk, dat is het beste stuk. En dan kan je zo hoog gaan. Zeker. Maar volgens mij zijn de luchtgraphics wel omhoog, als ik het zo eens bekijk. Ja, maar ja, ik zit eens naar die grond te kijken. Volgens mij is dat inderdaad ook verbeterd. Vooral het gras. Ja, ik vind het raar. Nou ja, laten we eens even gaan kijken bij de... Bij de boompjes. Bij de boompjes, inderdaad. Zo, en we zijn er inmiddels. We zijn een dag later. We gaan eens even kijken of de bomen inmiddels er al staan. Maar... Ja, ze staan er, maar... Ga er eens naast staan, want volgens mij zijn ze nog geen centimeter gegroeid. Nee. Oké, mocht jij weten hoe dit een beetje in zijn werking gaat, die bomen groeien en dergelijke, laat het dan weten hieronder in de comments. En dan zijn ze misschien volgende keer zo groot. Zo groot als die andere bomen. Ja, precies, zo kan je het ook wel zeggen. Oké, in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens, doei! Doei! Dat was Farming Simulator voor deze week. Weet jij wanneer de bomen uitkomen? Laat het weten hier beneden in de reacties. Morgen ziet Victor je weer met een nieuwe aflevering van Train Simulator. En ik zie jou natuurlijk volgende week weer met een nieuwe aflevering van Farming Simulator. Tot dan, doei!